Welkom bij Geboortebegeleiders aan het Woord. Leuk dat je er bent. Ik ga hier in gesprek met verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, doula's, maar ook vadercoaches en meer. Om zo de kennis en inzichten van verschillende begeleiders rondom het geboorteproces te delen. Heb je iets aan deze gesprekken gehad? Steun dit initiatief door te delen, liken of een reactie achter te laten. Meer interviews vind je op geboortebegeleidersaanhetwoord.nl. Ik ben Sabine van Onselen, jouw host tijdens de interviews. Claudia van Wezel is een natuurgeneeskundige therapeut en zwangerschapsdocent. Zij is met name gespecialiseerd in darmtherapie en kan ons veel vertellen over microbirthing en wat te doen bij een keizersnede, zodat je toch kan zorgen voor een goede opbouw van het immuunsysteem van je kind. Claudia is door haar levensloop zich blijven verdiepen in de mens als sociaal wezen, als individu en in de fysiologische processen van de mens. Dit is onder andere te zien aan de vele studies die zij heeft gevolgd. Te beginnen met een proppenduizen in psychologie, vervolgens een doctoraal behoud in culturele antropologie aan de Universiteit Utrecht in 1991. Daarna heeft zij een vierjarige opleiding psychosociaal lichaamsgerichte therapie gevolgd. Tot slot studies in ortomoleculaire geneeskunde en darmtherapie. In haar praktijk De Groeisprong begeleidt zij mensen met name met darmklachten, rugklachten en begeleiding rondom het geboorteproces. Zij heeft door haar achtergrond een holistische benadering ontwikkeld op gezondheid. In het interview zullen we het vooral hebben over de invloed van voeding en leefstijl rondom het geboorteproces, waarin zij op een heldere manier uitlegt hoe je je darmflora goed op peil kunt houden en waarin dit allemaal kan bijdragen voor, tijdens en na de zwangerschap. Allereerst wil ik je welkom heten, Claudia, en bedankt voor je tijd dat je hiervoor hebt vrijgemaakt. Ja, dankjewel. Jij ook bedankt dat ik een en ander mag vertellen over wat er allemaal mogelijk is nog voor jonge ouders. Ja, ik denk dat er nog heel veel over te leren valt en wat we nog ook niet weten. Maar om daar niet direct op te beginnen, ik zou graag willen weten waar het allemaal begonnen is voor jou. Ik heb begrepen dat je dat ook antropologiestudie hebt gedaan, een doctoraal, wat tegenwoordig bachelor en master inhoudt. Ja, ja. Die heb je in India een eindonderzoek gedaan. Ja. En dat duurde een jaar lang. En voor de rest zou ik graag aan jou het woord laten over die ervaring. Ja, nou ja, dat ging eigenlijk over een heel ander onderwerp. Ik heb daar onderzoek gedaan naar de sociaal-culturele positie van Tibetaanse nonnen. Maar ik ben tijdens dat werken daar, het was een afstudeeronderzoek voor mij, ben ik enorm ziek geraakt, omdat ik bij de nonnen in een klooster zat. Zij leven onder hele primitieve omstandigheden, hebben zelf nauwelijks te eten. Nou, de hygiëne is gewoon slecht. Dus ik ben daar behoorlijk ziek geworden. Ik heb allerlei infecties gehad, voedselvergiftigingen, nou, noem het maar op. En nou, toen ben ik natuurlijk ook een beetje op zoektocht gegaan. Ik had me heel erg goed voorbereid. Ik had van Nederland uit toch een aantal antibiotica-kuren meegenomen, een aantal andere middelen. En ja, toen ik daar zat, toen vond ik niet dat ik daar nou verschrikkelijk veel baat bij had. Oh, heel dus, heftig trouwens tussendoor hoor, in een vreemd land alleen, ja. Waar niet te veel gezondheidszorg in bereikbaar is, zeg maar. Nee. Klopt, ik moest heel veel zelf uitzoeken. Maar het leuke daarvan was, ik ben zowel naar een Ayurvedische kliniek uiteindelijk geweest in India. En ik ben naar een Tibetaanse arts gedaan. Dus ik heb wat pilletjes en dingetjes gehad vanuit de Tibetaanse geneeskunde. Ja, en dat deed mij veel meer goed dan dat antibioticum. Toen kreeg ik op een gegeven moment contact met een rondreizende therapeut. Ik weet niet eens meer wat hij precies deed. Maar die hielp mij aan een tip over knoflook en over ginseng. En daar heb ik ook heel veel baat bij gehad. En nou, zo is die belangstelling een beetje gegroeid, zeg maar. Ja, dus waarvoor je in eerste instantie kwam, dat werd eigenlijk al daarin geswitcht of omgedraaid naar een andere directie of... Heb je nog wel je onderzoek verder? Ja, absoluut. Ik heb het onderzoek afgemaakt en ik ben daarop ook afgestudeerd. Mijn richting was dan ideologische systemen binnen de antropologie.
Nou, daar kan ik eigenlijk nog steeds binnen mijn werk heel veel mee. Maar er zit niet direct dat gezondheidsaspect in. En dat ben ik daarna veel meer gaan oppakken. Want ja, als je dan terugkomt in zo'n hele heftige periode uit India, dan ben je in Nederland niet in één keer meteen beter. Ik ben toen echt een zoektocht gestart met wat kan ik dan nog? Nou, ja, een huisarts kon mij geen antwoorden daarin geven. Ik ben ook zelfs toen nog bij het havenziekenhuis geweest in Rotterdam. Nadat ik daar zelf eigenlijk behoorlijk op aangedrongen had en de huisarts onder druk gezet. Nou, uiteindelijk stond hij dat dan toen, dat ik een doorverwijzing kreeg. En ook daar hebben ze me door de mangel gehaald. En ja, hadden ze eigenlijk geen antwoorden. Wat voor klachten had je? Vooral maag-darmklachten. Ja, en in mindere mate huidklachten. En dat zijn eigenlijk ook dingen ja, die ik nu zelf behandel al een flink aantal jaar. Ja. Ja, ik ben zelf ook in India geweest. Ook aardig, heel erg ziek geworden. En ben ik ook naar een ayurvedische therapeut uiteindelijk geweest in de kliniek. En toen ik terugkwam had ik dat hetzelfde eigenlijk nog steeds. Ik herken heel veel in je verhaal. En bij mij kwamen er ook heel veel van die... ja, puisten kan je niet noemen, maar eerder infecties die echt zo hardnekkig waren. Dat die Nou, dat zie je dus heel vaak. Hè? Want ik zeg tegen cliënten ook altijd, dat wat je op de huid ziet, is eigenlijk al in het tienvoudige of het honderdvoudige in je darm aanwezig. Hè? En je darm en je darmslijmvlies bepalen voor een heel groot deel hoe je huid eruit ziet. En heel vaak is het zo dat mensen die bijvoorbeeld een parasitaire belasting hebben, die krijgen huidklachten. Ja, dus het is niet zozeer meteen kijken waar is de ziekte of het probleem, zoals een huidklachten, maar dat gaat dus veel verder. Dus je eigenlijk naar de wortel kijken en dat bevindt zich dan in de darmflora. En, ja. En was dat voornamelijk de eye-opener voor jou in India? Of was er iets nou, dat kwam eigenlijk pas jaren later, zeg maar. Dus ik ben daar een heel pad in gaan volgen. Mijn rode lijn in mijn leven is eigenlijk altijd geweest, waarom doen mensen wat ze doen? Nou, zo ben ik vanaf de middelbare school ben ik aan een psychologiestudie begonnen. Dat vond ik veel te veel hoge torenkamertjes psychologie. Ik had destijds leefde Piet Vroon nog, dat vond ik een enorm inspirerende docent. En dat was eigenlijk een van de weinig inspirerende docenten die ik destijds in mijn studie ben tegengekomen, helaas. Dus ik ben na een jaar psychologie ben ik overgestapt naar culturele antropologie. Omdat ik ook dacht van ja, die psychologie is allemaal leuk en aardig. Maar een mens leeft niet op een eiland. Een mens leeft in een maatschappij, is een sociaal wezen. Daar zijn nog veel meer dingen die ik uit wilde vinden, die ik wilde onderzoeken. Toen deed ik antropologie. Toen miste ik toch de psychologie. Want ik dacht, ja... He, wat er dan allemaal in het innerlijk van die mens gebeurt, dat vind ik toch ook wel heel interessant. Dus ik dacht, waarom doe ik het niet beide? Nou heb ik geen, tegenwoordig heb je de minor en de major, hè, dan kan je maar dat was er nog niet toen ik studeerde. Dus ik dacht, waarom probeer ik niet mijn eigen pad daarin te volgen? Dus wat ik gedaan heb, ik ben binnen de antropologiefaculteit gebleven. Maar ik heb eigenlijk mijn eigen pad uitgestippeld. Dus ik moest iedere keer toestemming gaan vragen of ik bepaalde onderdelen wel mocht doen. Nou goed, dus me uiteindelijk allemaal gelukt. En zo heb ik dus die psychologie, heb ik eigenlijk binnen de antropologie weer naar binnen gehaald. En en daar ben ik uiteindelijk, op die manier ben ik uiteindelijk afgestudeerd. En toen ik klaar was, en natuurlijk ook al vanuit mijn verblijf in India, dacht ik, nou weet ik wat meer over de mens als sociaal wezen en ik weet wat meer over de mens als de mind en het innerlijk en de motivatie. Maar ik weet nog niet zo heel veel over de mens gezondheidstechnisch. Ik heb overigens toen eerst nog een studie gedaan, psychosociale therapie met lichaamsgerichte technieken. Daar ging het al wat meer naar het lichaam toe. Van 4 jaar. Ja, klopt. Ja. Dat is dan een beroepsopleiding. En daarna ben ik eigenlijk me steeds meer op toch ook echt wel het fysieke stuk gaan toeleggen. Maar nog steeds werk ik vanuit beide. Want ik ben er echt nog steeds... Ik zie dat iedere dag gewoon in de praktijk. Dat iedere fysieke klacht, die heeft ook een emotionele, een onderliggend stuk. Maar emotionele klachten hebben ook vaak een lichamelijke oorzaak.
Een klein voorbeeld. Ik heb mensen in de praktijk gehad die binnenkwamen met de klacht: ik ben depressief. En toen bleek bijvoorbeeld dat ze een heel laag vitamine D-gehalte hadden. En laag op de omega-3 vetzuren zaten en zo nog een aantal zaken. Nou ga ik niet, dat is veel te kort door de bocht om te beweren, als je laag zit in je vitamine D ben je dus depressief. Dat is absoluut niet waar. Maar het is wel zo dat daar raakvlakken zijn. Inmiddels ben ik ook ortomoleculair therapeut, hebben we dus netjes gekeken waar mensen op tekorten zaten en dat aangevuld, zoveel mogelijk vanuit voeding, maar ook vanuit supplementen. En dan blijkt, die depressie is weg. Dat is wel echt een enorme geruststelling, ook voor veel mensen die met depressie te maken hebben, is dat je soms Het was even boor tussendoor. Eigenlijk een geruststelling kan zijn dat het niet altijd in het psychologische te vinden is. Of dat je daar heel diep in graaft en maar niet kan vinden waar het vandaan komt. En dat het dan echt iets fysiologisch is wat te maken heeft met bijvoorbeeld of een supplement. En dat daar nog heel veel in te winnen is, denk ik ook in de huidige wetenschap. Dat is erg bijzonder en mooi om te horen inderdaad. Die vierjarige opleiding heb je gedaan en eigenlijk ben je al door dus bezig met ontwikkelen en bijleren. Hoe is je interesse gestaan in zwangeren en ouderen en kinderen? Nou, toen ik in die beroepsopleiding zat, toen werd ik zelf voor de eerste keer zwanger. En omdat ik nog niet helemaal hersteld was, was dat toch een zwangerschap met behoorlijk veel klachten ook. En ik merkte gewoon, daar had niemand een antwoord op. En wat ik ook. Zoals klachten, wat kunnen we voorstellen? Ik was ontzettend moe. Ik kreeg weer mijn buikklachten terug. Ik had eigenlijk een terugval, zeg maar. En wat ik toen ook merkte, was dat mensen heel erg terughoudend waren met behandelen tijdens de zwangerschap. En zo heb ik dat zelf ook in een van mijn eerste opleidingen heb ik dat ook geleerd. Van met masseren bijvoorbeeld. Ja, een zwangere ga je niet masseren, want misschien doe je dingen verkeerd. En steeds is het ook nog zo dat tijdens de zwangerschap vindt men het ethisch niet verantwoord om allerlei onderzoeken te doen. Ook niet naar suppletie en dergelijke. Dus dan wordt er eigenlijk het advies gegeven voor bepaalde zaken. Niet tijdens de zwangerschap en niet tijdens borstvoeding. En ik dacht van dat is toch eigenlijk heel erg raar. Want het is juist heel erg prettig, lijkt mij, voor als je zwanger gaat worden, zwanger bent of net na de zwangerschap. Dan kunnen er wat klachten zijn. En dan is het toch prettig als daar manieren voor zijn om dat te behandelen, om dat te ondersteunen. Dus ik ben toen eigenlijk een soort zoektocht gestart. En ik heb gekeken bij alles wat ik tot dan toe aan kennis en kunde had. Ben ik gewoon eigenlijk systematisch gaan kijken. En stel je nou voor dat iemand zwanger is, kan ik dat dan ook nog toepassen? Kan ik daar nog wat mee? Nou, en zo ben ik weer verder gerold, want ik vond dat zo'n ontzettend leuk stuk. En ik, destijds had ik zelf natuurlijk ook in de leeftijdsfase dat je heel veel zwangeren en kinderen om je heen ziet. En zo werkt dat dan. Op het moment dat je zelf zwanger bent, dan zie je ineens overal mensen met dikke buiken en kinderwagens lopen. Gewoon omdat je gezichtsveld is veel meer daarop gericht. Nou, zo ging het bij mij ook. Mm-hmm. Dus toen ben ik erin gedoken. En met wat voor soort problemen kon je toen nog niks of in die tijd? En kan je nu dat wel aanpakken of verhelpen of? Ja, nou, ik heb een aantal verhalen van mensen hebben dan wat meer indruk op mij gemaakt. Ik had bijvoorbeeld een keer een mevrouw die kwam destijds bij mij voor voetreflexmassagebehandelingen. En die had hele moeilijke zwangerschappen en die had bij de bevalling bijvoorbeeld heel veel bloed verloren. Ook infuus gehad en die knapte daar maar niet van op. En dat zou ik nu heel prima kunnen behandelen. Als je ervan uitgaat dat je dus op het moment dat je veel bloed verliest, dat je ook allerlei stoffen verliest die in dat bloed zitten. En dat het dus ook belangrijk is bijvoorbeeld om mineralen en dergelijke aan te gaan vullen. Of om sowieso eens een keer goed te kijken van, hoe zit iemand in de vitamines en de mineralen? En waar heeft iemand niet voldoende van om weer goed aan te kunnen sterken? En hoe kom je daarachter? Meten.
Meten is weten, wat mij betreft. Ik meet zelf ook een heleboel. Ik kan bijvoorbeeld bloed prikken in de praktijk, maar ik stuur ook mensen regelmatig in voor bloedonderzoek. Ik werk heel veel met ontlastingsonderzoek. Vanuit ontlasting zijn ook heel veel factoren die je kan meten. En die eigenlijk, daarmee werk ik dan ook met de darmtherapie, die eigenlijk een heel verhaal over iemand vertellen. Mm-hmm. En ik werk met vragenlijsten, want ja... onderzoeken kosten geld. En helaas is het in Nederland nog steeds zo dat consulten wel voor een bepaald deel vergoed worden, hè, mits je daarvoor verzekerd bent. Maar heel veel van die onderzoeken en ook de middelen die je dan eventueel nodig hebt, dat wordt nog steeds jammer genoeg niet vergoed. Hè? Dus heel vaak moeten mensen dat zelf uit eigen zak betalen. En daar waar het dus mogelijk is om het uit vragenlijsten te doen, vind ik dat altijd wel heel fijn, want het scheelt dan weer een stukje. Ja. Ja, want het is een soort dogma wat in Nederland heerst van als je brood en melk en vlees eet, dan heb je een gezonde maaltijd, zeg maar. En die wordt er ook veel tegenspraak in gegeven. Maar dat is een soort iets wat in ons maatschappij leeft en waar we ook mee zijn opgevoed. En, maar toch zien we daar tegenwoordig steeds meer allergieën. Ja. Waaronder ook onder baby's en vrouwen. En dat is ook een veld waar jij... veel mee bezig bent. Zou je ons daar wat meer over... Klopt. We zijn eigenlijk vaak groot geworden met allerlei marketing slogans die gewoon niet kloppen. Die zijn ontwikkeld om er geld aan te verdienen en niet omdat ze gestoeld zijn op waarheid. En het is in... Het is de... Het carillon. Oh, de kerk. Oh, mooi. Het carillon, ja. Sorry, en het is inderdaad zo dat allergieën en de intoleranties, die komen tegenwoordig steeds meer voor. Ja, ik denk dat daar een aantal oorzaken voor zijn. Onze voeding is steeds meer bewerkt. Hè? Veel mensen eten uit de pakjes en de zakjes. En er wordt om voeding lang goed te houden, wordt er van alles mee uitgevoerd. Ook in het proces van kweken bijvoorbeeld. Hè, er worden, om een voorbeeld te noemen ook weer, er worden tarwesoorten gekweekt waar steeds meer gluten, gliadines in zitten. Dat is op een gegeven moment ook niet letterlijk en figuurlijk niet meer goed te verteren voor mensen. Wat je ook niet moet vergeten is, eigenlijk haal je al lang uit je voeding niet meer wat je nodig hebt. Dat wil zeggen dat als je echt goed in je vitamines en je mineralen wilt zitten, dan heb je meer nodig. En op het moment dat je niet voldoende uit je voeding haalt, maar je krijgt wel met een heleboel vervuiling te maken, vanuit water wat je drinkt, vanuit het milieu, vanuit je voeding, vanuit stress, dan heb je dus opnieuw weer stofjes nodig. Om daar een antwoord op te geven. En daarvoor heb je juist zo hard weer die vitamines en die mineralen nodig. Dus, en die krijg je dan al minder dan eigenlijk de bedoeling zou zijn binnen. Dus er ontstaan tekorten. Er ontstaan bij heel veel mensen ook tekorten. Wat ik bijvoorbeeld vaak zie is dat vrouwen die zwanger willen worden, dat die al met tekorten zo'n zwangerschap ingaan. En dan zeggen we van ja, de baby pakt het op de moeder. Ja, dat klopt. Maar dan moet de moeder het natuurlijk wel hebben. Anders zit het er niet. En ik vind dat jij als moeder, is het ook heel erg belangrijk dat jij goed uit je zwangerschap en uit je bevalling komt. Hè? En dat je inderdaad ook een beetje van je kind en van je kraamtijd kunt genieten en niet platgeslagen moe bent en denkt, hoe moet ik verder? Ja, dat eigenlijk zitten ook enorm veel hormonen, die worden daardoor onder andere aangemaakt in de, bijvoorbeeld serotonine, wat zorgt voor blijdschap, bevindt zich in de darmflora daarin. En dus is dat ook de reden, zeg maar, waarom je bijvoorbeeld inderdaad te neergeslagen kan voelen of... Nou, het wordt mede ook door darmbacteriën verder omgezet. Dus die vervullen daar een rol in dat proces. Ja. Mm-hmm. En het is dus inderdaad zo dat als je darmflora dan niet goed op orde is, ja, dan kan je van alles last krijgen. Van buikklachten, maar ook van huidklachten bijvoorbeeld. Maar ook van je minder happy en tevreden voelen met hoe je leven loopt. Ja, dus alleen het foliumzuur slikken van de kruidvat bijvoorbeeld, dat is... volgens jou niet voldoende tegenwoordig? Nee. Wat zou je kunnen aanraden of adviseren op dat gebied?
Nou, wat ik zelf eigenlijk zou willen aanbevelen is dat als je nou zwanger wilt gaan worden, dat jij samen met je partner, hè, een kind groeit uit twee mensen, daar waar dat mogelijk is, dat jullie dan allebei in ieder geval zo'n maand of drie van tevoren starten met gezonde voeding, eventueel een aantal supplementen, in ieder geval een goede multi, let op je vitamine D, let op je omega 3, let op je vitamine C. Vitamine C fungeert als een katalysator, hè? Een stofje wat zorgt dat processen makkelijker en sneller gaan in, voor een heleboel processen in je lichaam. Ja, en dan gaan eigenlijk de huidige adviezen, hè, het huidige advies is natuurlijk wel van, ja, stop met roken, eet gezond. Dat gaat me eigenlijk nog lang niet ver genoeg. Ik denk het zou mooi zijn om nog wat meer in te zoomen en te kijken waar zitten werkelijk tekorten, hè, wat gemeten wordt, waar zitten mogelijk tekorten en daarop in te gaan werken. Mm-hmm. En als ik hier bijvoorbeeld de stellen dan in de praktijk heb, dan vertel ik ook aan de heren dat het is ook belangrijk dat jouw sperma van goede kwaliteit is. En daar heb je dan zo'n maand of drie voor nodig om daaraan te werken. Met bijvoorbeeld extra omega 3, extra carnitine, extra zink, extra selenium. En dat is allemaal gewoon uit onderzoek naar voren gekomen. Wat voor positieve werking dat kan hebben. Wat voor ondersteuning dat kan bieden. Dus het is niet alleen de vrouw, maar ook de partner zou daar het nodige op moeten doen. En ja, wat ik net al aangaf, meer dan alleen stoppen met roken. Ja. En mijn man en een vrouwenlichaam die zit ook behoorlijk anders in elkaar. Alleen al het hormoonbalans is verschillend. En natuurlijk heb je ook nog individuen. Maar als we het even wat algemeen houden, zou je aan een man iets anders meegeven dan aan een vrouw? Ja. En waar zit dat verschil in? Wat zou bijvoorbeeld een man meer kunnen doen en wat zou een vrouw meer kunnen innemen of eten? Dan gaan we heel specialistisch op allerlei stofjes in. Hè. Ik noemde net voor de mannen al de carnitine bijvoorbeeld. Voor beide geldt de omega 3 vetzuren, voor beide geldt vitamine D, voor beide geldt vitamine C. Maar je hebt tegenwoordig, je hebt echt op mannen afgestemde goede multiformules, waar dan heel specifiek voor de man van alles in zit. Mm-hmm. En dat is niet zomaar iets wat die fabrikant leuk heeft zitten mengen, maar dat is echt op basis van wetenschappelijke onderzoeken. Mm-hmm. En tijdens de zwangerschap, zijn er bepaalde klachten waarmee voeding ook een rol kan spelen om dat te verminderen of te verzachten, waar vrouwen mee te maken kunnen hebben? Nou, ik denk dat, even heel in het algemeen, een kindje bouwt op uit jouw lichaam als moeder. En dus is het in heel, heel erg breed en algemeen is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. En wat ik toch wel vaak zie in het Nederlandse eetpatroon, en dat zie ik ook bij de jonge kinderen als de mensen bij me komen, hè, ze moeten dan een voedseldagboekje inleveren, is dat mensen nogal fors op de zetmeelrijke koolhydraten zitten. En vaak nogal arm op de goede eiwitten bijvoorbeeld en op de goede vetten. Mm-hmm. En daar is heel veel winst op te behalen. Als je al ervoor zorgt dat door de dagen heen dat je wat minder suiker binnenkrijgt. Je mag best, als je een zoete kou bent, mag je af en toe wat zoetigs. Maar doe dat dan door bijvoorbeeld een dadeltje toe te voegen. Hè? En niet door bijvoorbeeld een frisdrank te drinken waar 10 suikerklontjes per glas in zitten. Dat soort zaken. Hè? Dus daar zijn ook wel hele grote nuanceverschillen. En ook wat ik merk, hè, mensen zitten toch vaak 2 keer per dag op de boterham. Dan denk ik van ja, eet eens vaker een soep of pak eens vaker een salade in plaats van die eeuwige boterham. Of als je dan toch graag je boterhammetje hebt, maak het dan zelf. Maar maak dan je eigen granenmix. Ik heb een jaar of 2 geleden daarover een e-boekje geschreven, samen met een collega ook. En waarbij we dus mensen eigenlijk, hè, we geven ook lekkere recepten zodat je kan gaan uitproberen, maar we leren je ook om zelf die mixen te maken. Hè, en om juist ook in dat brood allerlei goede stoffen toe te voegen. En niet altijd en eeuwig maar die tarwe en allerlei dingen die eigenlijk geen andere functie hebben dan jou een goed smaakgevoel te geven.
maar die meer vulling zijn in je maag in plaats van voeding concreet. Ja, ja, eerder suiker. Veel verkeerde suikers die ervoor zorgen dat de bloedsuikerspiegel echt enorm gaat fluctueren door de dag heen. Ja, dus en, eerder honger krijgen weer, meer direct in vet omzetten omdat je lijf al die suiker niet kan verwerken. Mm-hmm. Dat geeft niet alleen de bekende kuppen soepdip. De hongerdips, maar dat geeft ook de moedsfinks vaak. Want als jij suikerspiegeling, als jouw suikerspiegel de hele dag heen en weer gaat van de ene naar de andere kant, dan ben je meestal ook emotioneel niet echt lekker in balans. Mm-hmm. Nee, daar kan jij niks aan doen. Dat is het voedsel of het lichaam inderdaad wat het veroorzaakt. En, ja. Ja. Ja, 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 ja. En als je dan, om hem maar eens een voorbeeld weer te noemen, zo het verkeer ingaat, dan is dat niet zo prettig voor je medeweggebruikers. Ja, en ook al de hormoonschommelingen tijdens de zwangerschap zijn al heftig of kunnen heftig zijn. Dus in dat ook opzicht kan het nog een extra prikkel geven. Ja, dus juist tijdens een zwangerschap is het heel erg goed voor je lijf om die suikerbalans zo goed mogelijk te houden. Wat meer eiwitten, wat minder die zetmeelrijke koolhydraten. En vooral groente. Groenten zijn eigenlijk onze superfoods. Dus wat ik mensen dan vaak laat klaarmaken is bijvoorbeeld een soep. Want dan kan je lekker met de staafmixer op die groentes. Heel veel groenten erin verwerken ook. Bouillonnetje erbij. Heel veel dames die schieten tekort op de mineralen en de sporenelementen. En ik ga er zelf van uit dat dat een van de oorzaken is die medeleidt tot al die bekkenklachten. Echt waar? Ja. En daar kun je bijvoorbeeld met de, ik kom even niet op de Nederlandse term, maar met de bone broth, de getrokken bouillon, de bottenbouillon. Kun je al veel beter... uit beenmerg, klopt. Ja. Ja. Kun je al veel beter op dat soort stofjes bijvoorbeeld aanvullen. En dat is tijdens de zwangerschap is dat helemaal prima. En wat is de relatie met bekkenklachten en voeding, mineralen en spoorelementen? Wat je dat heb je natuurlijk nodig ook om je botten, je lijf gewoon in zijn totaliteit goed te voeden. En het lichaam werkt zo dat het altijd eerst de stoffen stuurt naar die processen die het meest essentieel zijn. Dus dat blijft allemaal wel doorlopen. Maar als jij niet voldoende hebt, dan ontstaat er dus op andere fronten ontstaat er een tekort met alle klachten van die. Ja, haaruitval, nagels, broos. Broze nagels, ja, moeheid. Dus heel veel moeheid. Heel lastig, vaak. Ja. Ik krijg ontzettend veel mensen binnen met al een scala aan klachten. Maar die vermoeidheid, die zit er bijna altijd bij. Ja, en wat voor groenten of soepen zou je kunnen aanraden waar veel van die spoorelementen en mineralen in zitten? Groene groentesoepen bijvoorbeeld. Dus met alle groene groentes. Broccoli, En wat ook heel leuk is, is groentes met allerlei kleurtjes. Daar zitten dan weer andere belangrijke stoffen in. Eigenlijk geldt alle groentes zijn goed en het is vooral belangrijk om ook heel goed te variëren, zeg maar. Zodat je over de hele breedte alles voldoende binnenkrijgt. Variatie en vooral groentes. En beenmerg, dat kan je zelf ook trekken. Geen soepen of inderdaad kopen. Tuurlijk, je kan een schenkel halen. En ik zei, ik zou het dan wel biologisch doen. Dus biologische botjes. En die dan flink laten trekken, zeg maar. Daar je eigen bouillon uit maken. En dat is best wel een beetje een langdurig proces. Maar dat kun je één keer doen. En het daarna potjes, zeg maar, invriezen. En dan kan je iedere keer wat weer uit de vriezer terughalen. Dat is voor de vegetariërs. Is daar nog een alternatief voor? Of een vieze kop? Misschien dan. Als je echt vegetariër bent, dan eet je natuurlijk ook die vis niet. Maar misschien dan toch iets in een supplement. Dat je hebt tegenwoordig ook druppels, zeg maar. Waar de mineralen en de spoorelementen in zitten. Mm-hmm. Dat is altijd wel wat te vinden inderdaad. Ja. En dan komen we eigenlijk ook al vlak bij het onderwerp microbirthing, wat uit Amerika komt, afkomstig, wat daar inderdaad veel aandacht aan is. En
linkt aan de allergieën. En ja. Zou je daar wat over willen vertellen? Wat is dat precies en waarom is dat zo belangrijk? Ja, dat betekent eigenlijk dat bij de geboorte van je kindje, dat ook daar je darmflora geboren wordt. Oftewel je darmmicrobioom, vandaar het woord microbirthing, zo mooi. En ook daar mankeert vaak het nodige aan. Bij de geboorte is het de bedoeling dat een babytje helemaal zijn of haar darmflora, darmbacteriën gaat opbouwen. Het is overigens niet zo, dat dachten mensen nog niet zo heel lang geleden, dat een kindje helemaal zonder darmbacteriën schoon geboren wordt. Dat is niet zo. De moeder geeft het ook al via de placenta en via de navelstreng door. En dat blijkt ook uit onderzoeken. Maar tijdens de bevalling zit daar wel een heel belangrijk stuk van dat proces. Want het is eigenlijk zo dat bij een natuurlijke bevalling, als die baby geboren wordt, dat kindje dat ligt niet voor niets met de mond, dan richting de anus van de moeder. Ja, mensen vinden dat altijd een beetje een vies verhaal als ik dat zit te vertellen, maar moeder natuur heeft dat niet voor niets zo gedaan. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de vorm van je bekken en de vorm van het hoofdje van de baby. Het koppetje van de baby wordt al draaiend onder jouw schaambeen door geboren. Nou, waarbij de baby jou dus met het achterhoofdje aankijkt, en dan zit dat mondje richting jouw anus. Wat is namelijk de bedoeling? Dat de baby bij de geboorte een hapje van jouw poep binnenkrijgt en een hapje van jouw vaginale flora. En dat hoeft maar een heel klein hapje te zijn. En normaal gesproken gebeurt dat ook gewoon. En dan is dat wel ook de bedoeling dat daar voldoende, wat we dan noemen de goede bacteriën voor je darmflora in zitten. Die slikt de baby door, gaan via het maagje van je kind naar de darmpjes toe. En daaruit gaat de baby zijn of haar eigen darmflora vormen. Nou, in die bacteriën, er zit ook een bepaalde volgorde in. En het is heel erg belangrijk voor je kindje dat in die specifieke volgorde een x-aantal bacteriën ook bij je baby terechtkomen. Want er zijn een heleboel verschillende soorten darmbacteriën en er zijn er een aantal, dat noemen we eigenlijk de pioniers. En als die voldoende in je darm zitten, dan maken die een mooi bedje waarop de rest er ook in kan komen. Dus als je maar als eerste die pionierbacteriën hebt, dan ben je eigenlijk al een heel eind. Nou, er zitten bacteriën in je darm, die hebben ook een heleboel andere functies, maar die hebben eigenlijk als grootste functie dat ze daar gewoon plek in nemen. Want als zij er zitten, dan kan een ziekmakende bacterie of een parasiet of iets anders, kan daar bijvoorbeeld veel minder makkelijk gaan zitten. Want die heeft gewoon geen plek. Maar er zijn ook andere bacteriën, en die babbelen rechtstreeks met jouw immuunsysteem. En zo'n kindje, zo'n pasgeboren, is natuurlijk in het begin nog hartstikke kwetsbaar. Dat immuunsysteem van een baby, dat moet zich nog helemaal opbouwen. En nou, hoe bouwen we ons immuunsysteem op? Door in aanraking te komen met allerlei bacteriën. En je lichaam gaat daar dan een reactie op zetten. En dan is het meestal zo dat als je kind naar school gaat, in groep 1 of in groep 2, dat de grootste hoeveelheid verkoudheden en zo achter de rug is. Maar dat eerste proces bij die geboorte, dat is daarin dus heel belangrijk. Want als jij nou als kind maar voldoende van die bacteriën van je moeder meekrijgt, dat zijn met name dan de E. coli en de enterokok, die eigenlijk jouw immuunsysteem instructie geven, leren, dan heb jij dus een veel betere weerstand, dan ben jij dus veel beter bestand tegen allerlei invloeden vanuit de buitenwereld, dan een kindje wat dat niet krijgt. Bijvoorbeeld een kindje wat met een keizersnede geboren wordt. En het is overigens zo, bijvoorbeeld een badbevalling, waar ik best een voorstander van ben, want dat kan enorme voordelen hebben voor de moeder en voor de baby, om lekker in dat water geboren te worden. Maar een van de gevolgen daarvan is wel dat zo'n kindje dan toch wat minder van die poep bijvoorbeeld binnenkrijgt. Dus van die gunstige darmbacteriën. Is dat altijd standaard zo dat er ontlasting vrijkomt bij de bevalling? Normaliter met persen. Als je perst, moeders die weten dat ook wel, dan kan het plassen meekomen, want je zet natuurlijk ook kracht op je blaas en er kan wat poep meekomen. En zo'n verloskundige die maakt het gewoon keurig netjes schoon en dan ga je vrolijk weer door met in de persfase. Maar dat is het stukje waar dat gebeurt. Ja, en dat is juist eigenlijk een heel positief
stuk en dat dat gebeurt, zeg maar. Dat is een positief stuk. En het is natuurlijk ook zo van, ja, hè, bij een vrouw zitten een en ander dicht bij elkaar. En je hebt maar een heel klein beetje van bepaalde bacteriën nodig. Dus dat is, hè, op het moment dat je inderdaad een natuurlijke bevalling hebt en je hebt die persfase, ja, dan krijgt dat kindje meestal wel een en ander binnen. Het is natuurlijk wel zo dat de baby dan ook andere dingen binnen kan krijgen. Ja, dat betekent dus als jij als moeder wat hoger risico hebt op streptokokken. En dat kan een baby natuurlijk ook inslikken. En dit is waar men in Nederland heel erg bang wordt. En ik denk voor een deel denk ik toch ook dat dat met aansprakelijkheid te maken heeft. Hè, van wat als bijvoorbeeld in een ziekenhuis zoiets gebeurt en stelt men dan de arts of het ziekenhuis aansprakelijk. Ik heb in de praktijk bijvoorbeeld een aantal dames begeleid die dan bijvoorbeeld bij een eerste kindje te maken hebben gehad met een streptokokkeninfectie, waarop antibiotica zowel voor de vrouw als voor de baby ingezet moet worden met alle gevolgen van dien. Want na een antibioticumkuur ligt die darmflora gewoon plat, dus moet je nagaan wat voor effect dat heeft bij een baby nog helemaal in ontwikkeling. En die heb ik dus begeleid door middel van darmtherapie, waarbij we dus eerst gaan kijken met een ontlastingsonderzoek van wat zit er nou wel of niet in die darm, wat voor factoren en daarop inzetten. En het gaat eigenlijk altijd om balans. Dus de truc is dan om te proberen die balans naar de goede kant door te laten slaan. En zoveel goede bacteriën in die darm te krijgen en goede immunologische factoren. Dat lijf zelf dus die mogelijke streptokokkenbelasting eronder houdt. En, het verdwijnt nooit, blijft het altijd in je lijf zitten, dat het een latente... Er kunnen altijd, de een heeft, ik zal niet zeggen dat iedereen overal, dat iedereen alles heeft, maar om een ander voorbeeld te geven, misschien wat beter bekend, schimmels, waaronder Candida albicans. Ja, die leeft eigenlijk bij ons allemaal in de darmen. En die krijgen wij feitelijk allemaal op dagelijkse basis naar binnen. En zolang als die binnen bepaalde marges blijft, is dat ook het probleem niet. Maar als jouw normale darmflora omlaag gaat en je hebt geen bacteriën daar in die darm meer zitten, bijvoorbeeld lactobacillen doen daar veel in, die candida binnen de perken kunnen houden, ja, dan kan je een probleem krijgen. Mm-hmm. Ja, en borstvoeding, draagt ook enorm bij aan de opbouw van het immuunsysteem. Is dat niet een vervanging voor, zeg maar, de natuurlijke bevalling waar je dus... Compleet een vervanging, nee, dat niet. Maar via die borstvoeding draag je ook die... Ja, darmbacteriën is eigenlijk een verkeerd woord dan, hè? Want het zit ook op de huid en vaginale en in het blaasslijmvlies. En het zit op een heleboel verschillende plekken in je lijf. Maar ook via een moeder die dus borstvoeding geeft, die geeft met die borstvoeding mee, naast een aantal hele belangrijke immuunstofjes, geeft ze ook een aantal belangrijke, nou ja, wat ik dan nog maar even noem, darmbacteriën, mee aan de baby. Mm-hmm. En wanneer is dit bekend geworden, dat stuk dat je dat meegeeft tijdens de bevalling, zeg maar? Dat klinkt bij mij nog vrij nieuw in de oren, waar er meer bewustzijn over is gekomen. Ja, wanneer het echt bekend is geworden, dat weet ik niet, want het is nog niet zo heel lang geleden, maar dan moet ik even diep in mijn geheugen. Ik ben nooit zo van de jaartallen en de namen en zo, maar ik geloof dat het al rond 2014 zat, misschien nog verder terug hoor, dat er hele kleine berichtjes kwamen en de meeste mensen die hadden die dan dus ook prompt niet gezien. Over dat een kindje niet helemaal zonder darmflora geboren wordt, maar dat er al wat aanwezig is. Dus ik denk dat dat een beetje een vloeiend proces is geweest. Ja. En als je dus toch moet bevallen met een keizersnede, kun je daar toch nog wat mee doen op het gebied van de microbirthing, om dat toch mee te geven aan je kind? Ja, een heleboel. Ik vind altijd van, als ouder kun je de beste beslissingen nemen als je gewoon zoveel mogelijk informatie hebt. Dan kan je een bewuste beslissing nemen voor jezelf of voor je kind. Dus ik vertel altijd dan over in ieder geval twee mogelijkheden die je hebt. De ene mogelijkheid is om je kind eigenlijk direct na de geboorte, en ja, ik zou zeggen nog op de OK, het eerste spulletje erin, natuurlijke darmbacteriën te geven. Dus dan heb ik het over hele specifieke probiotica. En ook daar is die volgorde weer belangrijk.
He, dus niet zomaar een probioticum. Nee, er moet echt even wat meer over nagedacht zijn. En wat je daarnaast kan doen, en dat moet de moeder dan doen, die kan zelf een vaginale tampon maken. Nou, dat is helemaal niet moeilijk. Je neemt gewoon zo'n steriel gaasje van 8x8 centimeter bij het kruidvat of een andere drogist. En dat vouw je een keertje dubbel en dan vouw je hem in een soort harmonicaatje in de breedte dan, met allemaal ongeveer een centimeter breed. Nou, dat vouw je nog een keertje dubbel, dan heb je een soort tamponnetje. Dat doe je dan wel in overleg met het OK-personeel, want ja, hè, men moet natuurlijk wel weten dat het de bedoeling is dat het gebeurt. En het ziekenhuis moet het toch ook wel mee eens zijn of tegen de ouders zeggen van nou, ja, wij kunnen er niets mee, maar als jullie het willen doen, prima, dan laten we het gewoon aan jullie over. Dat is ook goed, dat gebeurt ook. En dan brengt de moeder dat ongeveer een uur voordat ze richting OK gaat voor de keizersnede, brengt ze dat vaginaal in. En op de OK, voordat men concreet de keizersnede uit gaat voeren, daar wordt die tampon eruit gehaald. Die kunnen ze even in een bakje opzij leggen. En op het moment dat het kindje dan buitenboord is, geboren is, dan wordt het babytje daar helemaal mee ingewreven. Met die tampon, dat pluk je uit elkaar, dan is het weer een doekje. En het wordt ook even door het mondje van de baby gehaald. En dan geef je je baby eigenlijk een douche met jouw natuurlijke bacteriën ook. Ja, en ik heb tegenwoordig de neiging om tegen ouders te zeggen, doe het allebei maar. En dat komt omdat ik gebruik allebei die methodes maar. Probeer of je en die tampon kan doen, hè, met je lichaams eigen bacteriën. Mm-hmm. En toch ook een stukje probioticum aan je baby kan geven. Ja, dus maar één moment eigenlijk dat je het kan doen in het leven, hè? Dat is dat allereerste moment. Ja, en dan kun je in ieder geval een heel mooi begin voor je kind maken. Wat je anders gewoon mist. En dat wil niet zeggen dat je daarna niks meer kunt doen, want je kan nog steeds heel veel doen. Alleen dat eerste moment, dat heb je gemist. En het lichaam wacht niet. Hè? Als het kindje geboren is, binnen die eerste uren al, die darmflora die gaat gevormd worden. Dus hè, op zo'n moment ook met de bacteriën die de baby vanuit de ziekenhuissituatie binnenkrijgt, bijvoorbeeld bij zo'n keizersnede. Mm-hmm. En dan krijg je dus een hele andere balans tussen al die verschillende bacteriën die in je darm zitten, dan wanneer een babytje natuurlijk geboren zou zijn. Mm-hmm. Hè, en dat is ook, er zijn inmiddels rollen de onderzoekers een beetje over elkaar heen, want hè, er zijn genoeg onderzoeken bekend waarin echt te zien is dat als je dan zo'n keizersnede babytje bijvoorbeeld meet na verloop van een aantal maanden en een natuurlijk geboren baby meet na verloop van een aantal maanden, dan kun je gewoon echt letterlijk bacteriën ga je tellen. En dan kijk je van hoeveel van welk goedje er wel of niet aanwezig is voor het kind. Nou, er zijn wat onderzoeken geweest waarbij men aangaf van ja, maar als ze dan op een gegeven moment nog wat langer wachten, nog een keer onderzoek doen, dan zie je dat er toch weer wat meer naar elkaar gaan lopen. Je moet die onderzoeken echt heel kritisch bekijken. Door wie is het gedaan? Door wie is het gefinancierd? Hoe is het onderzoek gedaan? Ik ben nog steeds van overtuiging met wat ik dan voorbij heb zien komen, dat het echt zo is dat bij de keizersnede baby nog wel heel wat te repareren valt. Ja, en heb je een goede bron waar mensen naartoe kunnen gaan om daar meer over te lezen, waarvan je zegt, nou, die is redelijk betrouwbaar? Ja, toch de PubMed. Dan, ja, en dan PubMed, ja, en dan moet je toch, hè, dat zijn alle de wetenschappelijke, de onderzoeken vanuit wetenschappelijke basis, dan moet je toch naar dat soort websites. En is het ook al bekend welke gevolgen er eventueel kunnen komen wanneer een baby met een keizersnede is geboren en niet die essentiële darmflora vanaf het begin heeft meegemaakt? Nou ja, die zie ik dus in de praktijk. En dan zie je dus, dan is er dus een verhoogd risico op astma, op allergie, op eczeem, op darmklachten. Inmiddels weten we ook dat als er een verhoogd, als mensen wat meer last hebben van klachten in de buik, dan is er ook een verhoogd risico op psychische klachten. Dus dat is een heel scala aan dingen wat er dan kan gaan gebeuren. Het is eigenlijk enorm hoe grote impact de darmflora op ons heeft, zowel van onszelf. Het is heel erg belangrijk. Het is heel erg belangrijk. En wat misschien leuk ook is voor jonge ouders om dan te weten, dat je moet het zo
zien dat de eerste 2, 2,5, 3 jaar vormt zich nog de blauwdruk van, in jouw kind van die darmflora. He, dus in dat eerste stukje kunnen we nog zoveel. Daar kunnen we hebben, bijvoorbeeld vanuit de natuurgeneeskunde, vanuit darmtherapie, kan je nog een veel betere flora creëren, die mensen dan uiteraard wel zelf moeten onderhouden met leefstijl, voeding enzovoorts. He, maar dat is te leren. Mm-hmm. En daar heeft je kind levenslang wat aan. He, want het is dus inmiddels ook gebleken dat op het moment dat daar de boel vanaf begin af aan wat beter in elkaar zit, dan heb je dus juist minder risico op allerlei welvaartsziekten, hè, overgewicht, ja, diabetes, hart- en vaatziekten. Als je dit vanaf het begin goed doet, heb je veel minder risico op allergie, eczeem, astma, buikklachten. Nou ja, noem het allemaal maar op. Dus ik zou zeggen, dat is enorm de moeite waard. Ja, dus schoon is niet altijd beter. Zoals we tegenwoordig zijn we heel schoon. Nee. Dus, wij bestaan uit een heleboel. We hebben meer bacteriën dan dat we cellen hebben in ons lichaam. En dus dat zijn er een heleboel. En de bacteriën zijn ontzettend goed in het zich aanpassen, continu. Hè, en die hebben een veel snellere celdeling dan wij. Dus, enerzijds zou je dan zeggen van, we hebben dus dagelijks met veel bacteriën te maken, dus we moeten ons wapenen. Maar anderzijds hebben die bacteriën, die hebben ook een hele goede functie voor ons. Ja, heel veel goede bacteriën. Die zorgen voor continu aanpassing. En nogmaals, het gaat om het evenwicht. Bij alles, het is continu die balans. Je kan niet naar een darmflora bijvoorbeeld met alleen maar goede bacteriën. Of je kan niet alles wat daar minder prettig in zit gaan afdoden. Dat is ook niet de bedoeling. Het gaat om de balans. Ja. En wat betreft speelgoed, omgaan met hygiëne. Zoals we zijn allebei een keer in India geweest. Zijn we heel goed ziek geworden. Eigenlijk weet iedereen dat wel. Ja. Die naar India gaat. Of Afrika. Dat is ook een land. Daar zijn mensen wat, minder schoon in de zin van omgeving. Is alles niet zo steriel. Hier is het behoorlijk steriel. Maar die eten vaak ook anders. Hè? Ja. Als je bijvoorbeeld in India bijvoorbeeld, dat heb ik daar ook gezien, het gebruik van bepaalde kruiden om voeding beter te verteren. Maar een heleboel van die kruiden die hebben ook een licht afdodende werking op bepaalde parasieten en andere zaken. Dus daar zie je toch in de voeding dat ze vaak niet eens zo bewust, maar als je dat goed gaat bekijken, zie je toch dat ze met de voeding al wel wat doen ook daaraan. En in India is het natuurlijk zo, dat ik moet zelf altijd nadenken, want ik ben linkshandig, maar met je rechterhand is je schone hand en daar eet je mee. Ze zaten mij soms in de restaurants heel vuil aan te kijken, want ik eet dus met mijn linkerhand. Dat is niet de bedoeling, want met je linkerhand veeg je je billen af en met je rechterhand hou je eten vast. Dus je ziet ook als je dan gaat kijken naar de gebruiken van een land. En je noemde net ook Afrika. Ja, Ghana is dat precies. Ik ben een aantal keer in Ghana geweest, daar is het precies hetzelfde. Je geeft alles doe je met je rechterhand. En links is een soort van die nemen mensen niet eens aan. Nee. Dat zit eigenlijk ook daarin. En dat heeft de functie ook. Ja, hè? Niet dat je daarmee alles kunt voor zijn, maar het is wel een stukje in de cultuur ook ingebouwd. En wat je ook vaak ziet is dat ze dan bijvoorbeeld veel meer vezels eten. Hier in Nederland, de meeste mensen die eten heel erg vezelarm. En, dan denk je aan vezels? Maar ja, iedereen denkt altijd aan brood. maar er zijn dus andere voedingsmiddelen waar veel meer vezels in zitten. En hier gaat het ook weer om een heleboel verschillende vezels. Hè. Ik leg het altijd graag zo simpel mogelijk uit aan mensen. Want ik denk van, dan wordt het ook nog een beetje leuk. En dan kun je het onthouden. Hè, al die darmbacteriën, die moeten gevoed worden. Dus je hebt bij wijze van spreken, je hebt een hele dierentuin in je buik. Nou, iedereen weet dat als je naar de dierentuin gaat, de pinguïn eet niet hetzelfde als de leeuw. Nou, dat is bij die darmbacteriën ook. Hè, die hebben allemaal andere voedingsstoffen nodig, met name dan de vezels uit voeding. Hè, zowel de oplosbare als de niet oplosbare vezels. Over vezels op zich zou je een dag kunnen vertellen. En heb je dus voldoende en gevarieerd die vezels in je voeding, dan hebben je darmbacteriën dus te eten en dan hou je ze in leven. Want dat is ook
mensen komen dan wel bij mij voor darmtherapie. Hè? Nou, dan gaan we dat heel consensueus doen. Eerst onderzoek, wat zit er wel, wat zit er niet, hè? Voor zover je het kunt onderzoeken. Dan gaan aanvullen, voeding aanpassen enzovoort. Maar op het moment dat ze, hè, even heel kort de bocht, niet meer het probioticum nemen, maar ze onderhouden hun voeding niet, ja, dan hebben die beesten niet te eten. Dan gaat die dierentuin dus dood. Ja, dus er komt ook altijd nog een stukje, je kan het zelf in ere houden. Ja, dan kan je heel veel doen. En ik denk... Wat is ezelrijk? Wat kan je altijd producten noemen? Avocado bijvoorbeeld, pistachenootjes. Ja. Maar in groenten zitten natuurlijk vezels, in fruit zit vezels, in peulvruchten zitten vezels. He, ja, nogmaals, in noten, in zaden. Ook hier, het gaat vooral weer om de variatie. Ja, inderdaad. Omdat er zoveel verschillende vezels daarin zijn. Ja, dus inderdaad, nog even terug van India is inderdaad het heel anders, kun je ook niet vergelijken. Zou je ook aanraden bijvoorbeeld om wat minder schoon te zijn? Ja, dat klinkt alweer wat erg voor ouders bijvoorbeeld met speelgoed. Moeten ze dat continu afwassen bijvoorbeeld? Of is het juist goed van... Ja en nee. Er zitten twee kanten aan. Wat ik bijvoorbeeld met regelmaat tegenkom, is dat jonge kinderen allerlei parasitaire belastingen hebben. Die dus ook concreet met feestjesonderzoek eruit komen. En dan zie je toch dat op school, toiletten zijn vaak niet al te schoon, maar ook al op kinderdagverblijf en dergelijke, zie je toch dat er een heleboel overgedragen wordt. En ja, dat gaat me dan net weer even iets te ver, want daar kan je behoorlijk last van hebben. Ja, en dan de baby of kind, hoe jonger bijvoorbeeld een baby van 3 maanden, is dat nog wat kritischer, denk ik, dan een peuter van 2. Ja, want die moet nog verder opbouwen. Ja. Mm-hmm. En aan de andere kant is dus juist wel dat in het bos raggen en in die speeltuin spelen en inderdaad ook dat speelgoed. Ja, natuurlijk leren jonge kinderen door dingen in hun mond te stoppen en het op die manier er vertrouwd mee te raken. En dat is juist wel heel belangrijk. Mm-hmm. Ja, maar ik denk ook dat dat een van de redenen is dat we met z'n allen in India ziek worden. Omdat de bacteriën daar niet gelijk zijn aan wat je gewend bent. En de voeding is ook anders. Dus het kost eigenlijk gewoon ook simpelweg een tijdje om je in te stellen. Naast natuurlijk om aan te passen. Naast natuurlijk dat je hebt ook weer de balans tussen belasting en belastbaarheid. Jij kan nog met zo'n goede gezondheid weggaan, maar als jij tegen een mega parasitaire infectie aanloopt, dan ga je waarschijnlijk toch. Dan word je waarschijnlijk toch ziek. Waar de antibiotica ook niet eens bij kan helpen, zoals het bij jou het geval was. De antibiotica's die je toen daar gebruikte, dat sloeg niet zo aan dan de ayurvedische methode. Ja, die brachten mij alleen maar verdere ellende. Want met het antibioticum maak je ook je eigen goede bacteriën dood. En dan heb je dus helemaal geen verweer meer tegen een eventuele volgende infectie. Mm-hmm. En dat is ook een van de grote dingen. Want het wordt gewoon nog veel te weinig gedaan. Je zou eigenlijk zo min mogelijk antibiotica moeten gebruiken. Hè? En antischimmelmiddelen en antiparasitaire middelen. Hè, want ik gebruik antibiotica nou even heel breed natuurlijk. En daarnaast zou je, als je zo'n middel gebruikt, zou je op zijn minst je lever een beetje kunnen ondersteunen. Want die moet het spul allemaal maar weer afbreken. En zou je eigenlijk ook meteen een probioticum in moeten zetten. Hè, en of iets wat jouw weerstand ondersteunt. Mm-hmm. Dan doe je het goed. Ja, en goed eten. De gevarieerde voeding. Ja, absoluut. Ja. Voeding blijft altijd de basis. Ja. Wauw, dit is dan heel veel informatie. Fantastisch. Ik wilde nog wel even vragen nog over de zwangerschapscursus die je geeft. Daar heb je ook al heel veel ervaring in. Ja. En ik wil graag ook nog horen wat je daar zo belangrijk vindt. Of wat zou je daar ouders graag in willen meegeven? Ja, nou ook daar roep ik altijd, ik geef informatie, ik ben degene die allerlei mogelijkheden laat zien. En jullie bepalen uiteindelijk zelf wat bij jullie past. He, geen oude koppel is hetzelfde en geen babytje is hetzelfde. Ik ben erg voor individueel kijken.
Hè, want je kan wel van alles in gedachten hebben bijvoorbeeld. En dan krijg je een hele temperamentvolle baby. En dan klopt er niets meer van wat jij wilde doen. Dus je moet altijd in het individuele geval kijken. En wat ik bij mij in de zwangerschapscursussen doe en ook altijd gedaan heb, zoveel mogelijk, is de partner betrekken. Dus in principe komen mensen bij mij, ja, tenzij het niet kan natuurlijk, hè, maar als het kan, dan komen ze samen. En dan is het niet zo dat de partner er een beetje bij zit van, nou, ik hoor het verhaal aan en dat was het dan. Maar die wordt ook echt betrokken. En, in welk opzicht, waar kunnen we aan denken? Even heel concreet, als ik bijvoorbeeld met mensen door houdingen en technieken heen ga die je bij een bevalling kan gebruiken, dan laat ik de partner zien van wat kan jij daarin doen, wat is handig om te doen, wat doe je beter niet, hoe kan je ondersteunen. Hey, je kan soms op een bepaalde manier vasthouden of er zijn heel veel dingen die je als partner kan doen om een goede bijdrage te leveren. Mm-hmm. Hey, zoals ik het in mijn cursussen altijd roep van de tijd dat je als partner met een nat washandje het voorhoofd van je vrouw of je vriendin afveegt. Nou, dat is toch wel een beetje voorbij. Nou ja, de partner moet het ook zelf willen natuurlijk. Ja, ik vertel mijn verhaal. Maar ik probeer wel ook uit te gaan van wat mensen daarin zelf willen. Vind ik heel belangrijk. Individueel kijken en zoveel mogelijk vrije keuze. Ja, je bent ook bij een aantal bevallingen geweest. Zelf heeft het ook ervaren. Je hebt twee kinderen wat je me vooraf vertelde. Ja, en ja. Is er een bevalling waarvan je die je goed is bijgebleven, waarvan je denkt, dit vond ik zo mooi of bijzonder of indrukwekkend? En wat was daar zo indrukwekkend aan? Ja, nou ja, met name een keertje een bevalling en de persfase daarvan, zeg maar. Normaal gesproken is het zo dat als een vrouw gaat persen, hè, dat je voelt dat die persdrang en die pers wil je komen, dan wil je eigenlijk vaak in één positie. En dan heb je je handen al vol aan het persen. He, en tijdens mijn cursussen vertel ik ook altijd van ook in de persfase kan je nog van positie wisselen. He, dan laat ik ze ook zien hoe en wat voor posities er dan zijn. En ik was een keertje bij een bevalling en die dame die was aan het persen. En die vond het prettig op dat moment om half zittend, half liggend, he, gesteund door kussens op een bed te zitten. Tussen de persweeën door, want iedere keer als die persweeën eraan kwam, dan kroop ze naar voren en dan ging ze op handen en knieën. Daar perste ze en dan was die perswee weer weg en dan zakte ze weer terug naar half zittend, half liggend. En de verloskundige en ik die zaten allebei te kijken, hè? Een beetje als naar een tenniswedstrijd zo, dat balletje van de ene naar de andere kant. En, maar ja, goed, keken elkaar ook aan van, nou ja, ongelooflijk wat een energie, hè? Dat je gedurende die persfase, dat je nog zo continu van houding kan wisselen. En achteraf bleek dus dat kindje, dat was een sterrenkijkertje. Dus die lag niet helemaal in een ideale positie om geboren te worden. En juist doordat deze mevrouw zo actief was, kon dit kindje nog natuurlijk geboren worden. En anders was het gewoon richting OK aan een keizersnede. Dat wist de moeder. Dit was zo mooi. Zij ging gewoon zo uit van haar eigen gevoel en van haar eigen kracht. En ze deed precies wat ze moest doen. Ze deed precies de goede dingen. En dat vind ik fantastisch. Als je mensen in hun kracht kan brengen, in hun kracht kan zien. En wel begeleidend aan de zijlijn aanwezig blijven. Hè, en alle mogelijkheden in zicht blijven houden. Maar uiteindelijk, hè, je laat het de mensen doen of je leert het de mensen om het zelf te doen. Fantastisch, ja. De laatste vraag. Ik wil weten of je nog een droom of een visie hebt wat je de komende 5 jaar zou willen verwezenlijken, waaraan je wil werken. Nou ja, ik heb nog een aantal dingetjes. ik weet op dit moment niet eens waar ik het allereerst mijn aandacht aan ga geven, zeg maar. Maar wat ik in ieder geval heel graag zou doen, ik geef mijn zwangerschapscursus nu alleen nog maar een soort VIP-cursus privé, individueel. En ik zou heel graag ook een stukje online cursus neer willen gaan zetten, in ieder geval. En ik wil nog veel meer gaan doen vanuit de darmtherapie en het nog veel toegankelijker maken voor mensen. Zodat er meer over bekend wordt, gewoon in makkelijke bewoordingen, hè, zodat in ieder daar op de eigen manier mee aan de slag kan gaan. Ja, dat is ontzettend mooi en ik geloof dat er nog heel veel in te winnen is en bewustzijn over mag komen.
Nou, ik wil je ontzettend bedanken voor dit interview. Dat is heel leerzaam geweest en mooi en inspirerend. En voor de mensen thuis die dus meer willen weten ook over anders eten, dus die veel allergieën hebben, dan zou ik inderdaad het boek willen aanraden Puur Genieten, wat als e-book te krijgen is op jouw website. Ja, dat is dan meer voor de recepten en dergelijke bij de allergieën. Maar je kan nog veel meer doen als je allergisch bent. Ja, inderdaad. En er is ook heel veel informatie op jouw website te vinden. En links naar andere weer websites. Dus dat is een bron van goede kennis en informatie. Dus ontzettend bedankt, Claudia. Ja, dankjewel ook. Ja.